rugzak van mijn oor af, joh. Laat mijn broek. Ga je nou een beetje bij de handen naar voren lopen, zeg ik. De politie heeft vanmorgen twee mannen aangehouden in Den Haag en een in Pijnakker. Dat zijn de twee leden van de motorclub No Surrender, Chapter West Coast. Dat zijn eigenlijk wel twee kopstukken, waaronder ook de president. Deze mannen worden ervan verdacht op 7 november 2016 in Ridderkerk een poging liquidatie te hebben gepleegd. Ja, de mannen worden overgebracht naar een politiebureau in Den Haag. Daar worden ze voorgeleid voor de hulpofficier van justitie. En op een zeker moment zullen ze gehoord gaan worden.